Het was een normale dag op het eiland Söder. En Thomas was bezig met wat dingen. Oh my god, en wat heb je hier gevonden? Red! Oftewel, ik weet niet hoe die heet, dus boobies! Wie ben jij? Ik ben Red, gast. Gast! Ben je net aangekomen op Söder? Nee, je ziet er gewoon de hele tijd. Niemand gebruikt mij. Oh, echt? Ja, ik ben hier sinds al ik hier ben. Nee, ik ben hier 9 jaar geleden al hier gekomen, maar niemand gebruikt me ooit. Oh. Maar waarom rijd je dan om en je hebt geen machinist? Daarom juist. Ik reis juist naar achter of naar voren door de wind. Net zoals nu dus. Oh. Maar ik moet weer verder aan het werk. Doei. Doei. Thomas vond zijn nieuwe locomotief wel een beetje breed. Ja, hij vond... Nee, ik ben... Thomas vond het een beetje breed dat er andere trein was die hij nog nooit heeft gezien. Hij ging weer aan zijn werk en moest even getankt worden. Hij ging weer verder met zijn werk. En geen zorgen aan zijn kop. Nou, eigenlijk wel. Oké, we schakelen nu even over naar deze gay Thomas. Hallo, ik ben gay, We zijn zo terug naar de reclame. Nieuw speelgoed. Geen idee wat het is. Eigenlijk nieuw speelgoed en Trackmaster Thomas. Geen idee wat het is. Deze Thomas is van Tommy. En hij is van gay. En met deze... Oké, we zijn weer terug bij Thomas. We zijn weer terug bij Thomas is gay. Of, hoe zullen we het noemen? Weet ik veel. Hoe dan ook. Madrof! Stupid wind. Bel iemand. Alsjeblieft. Oké, mijn machinist gaat wel iemand bellen. Wat? De gay zaak? Mijn machinist! Idioot. Oh, hey Mario. Ik heb dezelfde kleur. Ja, hey Dombo, ik ga spaghetti eten. Het kan een paar uur later. Wacht, de dikke controleur rijdt langs. Hij zat in deze auto. Oh, wat? Hallo, hi Red. Ik hoop jou nooit te hebben. Oké, mijn machinist heeft net iemand gebeld. Die hoor ik niet te staan. Oh, wacht. Ja, dat is goed. Zo, Thomas ging weer verder met zijn werk. Ik heb geen werk. Hij mag vrij rijden vandaag. What the fuck? Deze aflevering wordt vervolgd.